Hoe is het met Lars? Ja, wel goed. Die zit lekker weg en we slapen weer goed en de benen voelen ook goed aan. Ja, het is een tijdje rust geweest rond jou, hè? Nee, ik heb niet heel veel koers gereden inderdaad. Dus wel hard getraind en thuis lekker hard getraind. Dus op zich gaat het wel goed. Ja, daar moet nu verandering in komen aan die rust. Nou ja, dat zou wel het mooiste zijn. De laatste koers van het seizoen en dan nog een klapper erop gegeven zou mooi zijn. Ja. Je gaat me toch niet vertellen dat ik naar Amerika ben gekomen om te horen dat jij een bijrol gaat spelen? Nee. Wat ik al zei, we hebben hard gewerkt hier naartoe. En ik heb het ook al uitgekeken hier naartoe. En toch ook wel een beetje bewust naartoe gewerkt. En dan hoop je toch wel dat je zondag een goede wedstrijd krijgt. Kom een fiets. Natuurlijk doet het wel even wat met je natuurlijk, maar daarna... Nee, ik hoorde van iemand die dicht bij jou stond, die zei als Lars een Amsterdammer zou zijn, dan zou hij zijn middelvinger opsteken en dikke lul zeggen. Maar Lars is een Brabander en die heeft gevoel en die trekt het zich allemaal wel aan. Nou, natuurlijk trekt hij wel aan, maar ik zei, dat was dan binnen een paar dagen wel weg. En daarna was het eigenlijk wel prima en voelde ik me eigenlijk weer prima eigenlijk, ja. Ja, het zijn de klassiekers, de Tour en dan heb je het WK natuurlijk. En het WK wil je gewoon goed zijn. En ben je Nicky Terpstra als kopman en daarachter sta ik. En dan wil je ook wel zorgen dat je een mooi resultaat kan boeken, zeg maar. Vind je het een logische volgorde? Terpstra kopman en kort daarachter jij? Nou, op zich wel. Ik heb er geen moeite mee. En ik bedoel, als we eerlijk zijn in de koers en als de een niet goed is of de andere wel goed is, dan moet je dat goed tegen elkaar kunnen zeggen. En dan kun je... Dan kun je gewoon daarop anticiperen, zeg maar. En dan we moeten gewoon proberen een mooie uitslag neer te zetten. En dan maakt niet uit wie dat van ons tweeën wordt, denk ik. USA! USA! Come on, Tom. Lars, geen sightseeing, hè? Nou ja, die sleutel ik denk of in de laatste kilometer of de klimmetje daarvoor. Maar de laatste kilometer is ook wel gewoon heel erg lastig, denk ik. En vooral als je 260 kilometer hebt gekoerst. Het is heel erg lang wachten, hè? De wet van het WK, geloof ik. Ja, dat klopt, ja. Maar misschien ook weer niet, ik weet het niet. Het is altijd afwachten op zo'n WK. Goed, we zijn de oceaan overgestoken. En ook hier liggen ze dus gewoon, de kasseien. De ondergrond waarop de Hollandse jongens zo goed uit de voeten kunnen. Wat er ook nog eens aan zit te komen is een Hollands weertje. Er komt regen aan. En dus twee ingrediënten waardoor wellicht een wereldtitel mogelijk is. Het zou de eerste zijn sinds 1985. Het jaar waarop de bondscoach zelf nota bene nog op de fiets zat. Ik was natuurlijk een van de renners die ook aanwezig was toen Joop Zoetemelk wereldkampioen werd. Dus ik ben daar ook zeker trots op dat ik daar toen bij was. En ik hoop dat ik nu als coach ook een rol zou kunnen spelen dat we weer opnieuw een wereldkampioen naar Nederland halen. Maken resultaten van jou een goede of een slechte bondscoach? Mogen we het zo beoordelen ook? Nou, dat weet ik niet. Resultaten zijn wel belangrijk. Dat is helder. Dus, ik vind ook dat soms zijn het ook de sporters die dan niet dat niveau brengen wat je eigenlijk van ze verwacht. En dan vind ik niet dat je dat altijd aan de coach kan wijten. Mag je van deze groep een wereldtitel verwachten? Mogen we van deze sporters het hoogste verwachten? Nou ja, dat is wel het streven. Hè? Dus een goed resultaat, top 8 of top 10, maar ja, toch liever een podiumplaats. Weet je? En het ultieme, de overwinning. Wanneer ik vijfde werd, was 3 jaar geleden. Ja. Dat was jouw laatste WK, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Toen vijfde was mooi. Wat is hier in Richmond mooi? Nou, als je die kan evenaren of weer hoog kan komen. Dat zou heel erg mooi zijn.